Ah, voor je deze video verder kijkt, doe als ik like, abonneer je onder het kanaal en hoor je bij de hashtag Rainbow Squad. Oké, dan gaan we nu verder met de video. Wat ik vandaag ga doen is namelijk een waterpool kamer maken. Ik ben alvast tot ze begonnen en ik ga een waterval maken die dus naar beneden komt. Ik zal uitleggen wat ik als eerst doe. Dus als eerst maak je gewoon rugs. Dus eigenlijk tapijten doe je op de muur. Je kan ook zo'n ding gebruiken van Pardi. Dus ik zal even tonen. Dit kan je ook gebruiken. Dit, maar dat kost dan wel 9 euro. En daarmee kun je al drie tapijten kopen. Dus ik denk dat dit het beste is om te doen. Dus dat. Daar plak je dus heel de muur mee. Je moet het ook niet veranderen van kleur, want het is al blauw. En dan ga je dus ook op de grond plakken. Dus je gaat op de grond ook plakken. Ik weet niet hoe ver dat je dat wil. Maar dat gaan we dus nu doen. Oké, de eerste zijn gehangen. En ik ga het tot hier doen. Dan als volgende wat je doet, zijn dus boompjes plaatsen. Maar dan als struiken. Dus ik zal het even tonen hoe je het maakt. Als eerst pak je een bij Party een muur. Dus je pakt zo'n muur. Ik weet eigenlijk wel niet hoe dat noemt. Oké, dat is een hele raar naam. Dus je pakt één zo'n muur. Dan pak je gewoon een muur. En dan ga je naar... ik weet niet meer waar dat juist staat. Ik denk misschien hier wel dat je dat gaat vinden. Dan ga je naar trees. En dan koop je van die bomen... Gewoon zukken. En dan pak je deze en die draai je om. Die plaats je tegen de muur. Gewoon zo. Ik denk zelf dat je dit zelf nog niet nodig hebt. Want je kan gewoon de bomen zo zetten. Oké. Daarna pak je dit en die zet je zo hier. Gewoon aan het puntje van de boom. Dan koop je nog een... Nog een boom. En die plaats je dan omgekeerd erop. Dus gewoon zo. Wacht een momentje. Oké, ik denk dat ik ietsjes verder heb moeten insteken. En dan krijg je dus uiteindelijk... Een struik, maar ik ben een beetje aan het sukkelen ermee. Oké. Dan krijg je uiteindelijk zo'n struik. En dat ziet dus als een struik eruit. Dus ja, dan heb je eigenlijk een struik gemaakt. Dus dat is wel leuk. Dus dat is echt super tof en ziet er ook kei tof uit. Dus en dat ga ik nu maken tot daar. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, dat staat. Je ziet natuurlijk wel nog een beetje dat bruin, maar dat is nu ook niet zo heel erg. En nu moet het natuurlijk een beetje lijken alsof dat er door het water dat er wat damp naar boven komt. Daarvoor gaan we dit gebruiken. Ik zal het even tonen. We gaan er twee kopen. Dus dat kost wel wat geld, maar het valt wel mee. Dus je hebt twee van die... soort kanonnetjes kopen. Zo. Dus je koopt er gewoon twee. Maar we willen natuurlijk niet dat dat zo super lelijk staat. Dus je moet... Ik denk dat ik dat zo ga doen en dat ik dat daar dan achter ga zetten. Dus laten we dat gewoon eens proberen. Oké, mensen. Dan stop ik daar achter deze dingen. En dan heb je een soort van super toffe waterval. Ik vind het er echt kei tof uitzien. En dan kan je er stoelen zetten. Het ziet er echt kei leuk uit. Ook gewoon omdat er twee muren voor staan. Dan lijkt het alsof dat het zo... ja, lijkt zo echt naar beneden gaat. Dus ik vind het er wel echt super tof uitzien. Dus like, abonneer je onder op het kanaal. En bye!